welkom op ons YouTube-kanaal. Abonneer en druk even op het belletje. Okidokie. Doei. Blauwe duimpjes. En abonneren. Doei. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag, zou ik zeggen. Ja goed, ik was van plan om eten te gaan maken. De beroemde tosti-apparaat. Die zet ik even aan. Hier was nog brood over. Dus dat is weer ander brood als... Wacht, even goed laten zien. Ik weet niet of jullie dit ook lekker vinden, maar ik vind, moet zeggen. Het is waterbrood, heel lekker brood. Dus ik ga jullie even een bord even pakken. Ja, pak even een bord. En ik zou zeggen, kijk gezellig mee vandaag. Dus geniet van de beelden wat ik ga maken. Yes! Jippie hey, jippie ho! Ja goed, en het brood moest toch op. En dankjewel voor de tip wat jullie nogmaals hebben gegeven. Dus een plassend plankje. Ja, maakt er niks uit. Yes! Dan gaan we even wat kiezen pakken. Kiezen koud pakken. Jawohl! Dan hoef ik geen brood uit de vriezer meer te halen. Ja goed, de brood lag toch al hier. Okay. Doen we het zo. En zo. En gezellig, zo doen we het. Ja, dus ik ben weer thuis van het werk. Fantastisch, leuk. Ja, dus... Oh, en kijk wat ik in de winkel had meegenomen. Voor Pasen. Want ik zag dat vorige week liggen, vrijdag. En ik zeg tegen Linda, ik zeg kom, we gaan dat meenemen. Dan kunnen we daar in ieder geval dat... hoeven dat in ieder geval niet mee te nemen. Dus ja goed, ik heb hier ook een en ander heb ik al gedaan in huis. Dat zal ik dadelijk even zien. En ik had het krantje. Ja, ik heb even een vlog van ons opstaan. Kijk. Via Parkstad. En die ga ik dan dadelijk even lezen voordat het ding klaar is. Dus ja goed, dus in ieder geval, dat is even voor nu. Ik ga dat dadelijk even zien wat ik al gedaan heb. En straks gaan we nog eventjes nog weg. Waarheen? Dat verklap ik nou nog niet. Dat blijft even een verrassing voor jullie. En dan neem ik jullie gewoon gezellig mee. Linda is op het werk. Daan is op school. En Daan gaat vanmiddag bij een schoolvriendje gaat die spelen. En die gaan we pas einde van de middag gaan we die pas halen. Dus in ieder geval, dat is even voor nu. Ik ga even wachten tot... over, wou ik zeggen. Ja, dat kan ook. Prima. Geen probleem. Echt super. Tot het tosti-apparaat klaar is. En kijk, die vlog was ik aan het kijken. Kijk. Dus dat was ik aan het kijken. En dan wacht ik even tot die klaar is. En dan kan ik de tosti daar in doen. Dus ja goed, in ieder geval, dat is alweer helemaal klaar. Het is heerlijk weer. Kan ik wel even laten zien. Het is zalig. En een gelukkig kerstfeest. Kijk eens. De lente is echt in aantocht. Dus, maar in ieder geval, dat is even voor nu. Ik ga heel even wachten tot die warm is. En dan neem ik jullie daar gezellig in mee. Toppie. Nou, ik moet jullie even rechtzetten. De tosti-apparaat is klaar. Dus, in plaats van broodjes, pakken we nog ander brood. En nogmaals, ik vind het ook echt lekker brood om te eten.
En dat is gewoon fantastisch. Gewoon geweldig. Ja, super top. Alright, alright. Everything is in alright. Do, 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 do. Diada, diada. En ik ben blij dat de dag weer erop zit. Ja, ik druk hem even nog aan. Nou, laat het maar even. En dan ga ik dadelijk even alvast het krantje even lezen. Ik heb daar een nieuwe vlog heb ik op staan. Want ja, ik vind het toch wel leuk om die weer terug te kijken. En ja, dat als herinnering weer te kijken, dat vind ik gewoon fantastisch en heel erg leuk. Ja goed, dat ga ik dan ook doen dus. Maar in ieder geval, dat is voor nu. Ik ga even dat lezen. In tussentijd is het tossieapparaat al klaar. En dan kan ik heerlijk lekker gaan lunchen. Toppie! Zo, daar is dan apparaat. Het tossieapparaat is klaar. En ik ga heel even... heet. Dus ik neem dat heel even mee. En dan ga ik heerlijk lekker... lunchen. Ik wou beginnen aan een krantje, maar ja goed. Tot het apparaat net klaar was. Dus maar ik ga even lekker lunchen en dan laat ik dadelijk nog even zien wat ik nog heb gedaan. En dat soort dingen allemaal. Nogmaals, en dan komt alles zo dik in orde. Dus, weten jullie dat? Zo, ik ben me even wat verder en ik heb de tafel helemaal afgeruimd. En de tossieapparaat heb ik ook even opgeruimd. En wel, oh, kijk de kat. Die ligt heerlijk op de bank. En ik zal even laten zien wat ik heb gedaan. Tadaa! Dan is dat ook weer schoon. Leuke verrassing, hè? Dus de wc heb ik gedaan. En zoals jullie zien hier, heb ik de badkamer ook weer schoongemaakt. Dus ja goed, dus dat is in ieder geval helemaal klaar. Ik ga het even allemaal opruimen en dan, want ik wil de bedden ook nog even opmaken. En dan kan ik dat ook eerst even doen en dan spreken we ons, jullie weten het wel. Yay! Kijk, wat ik nog heb gedaan. Tadaa! Alles is opgeruimd en op zijn plaats neergezet, zoals jullie zien. Kijk, en hier en daar zijn vieze handdoeken. Natte handdoeken, dus normaal moet je die ophangen, maar morgen doe ik toch de rest, dus zoals jullie weten. Ik heb hier het bed opgemaakt en hier ook het bed opgemaakt en dan wou ik inderdaad heerlijk even lekker gaan douchen. En dan is dat dadelijk ook alweer klaar en dan, dan gaan we even weer andere dingetjes even doen, yes. Dus ik ga hier even nog dat doen en dan spreken we ons wat later. Top! Oh, ik heb me gedoucht en ik heb me aangekleed. En ja goed, het was heerlijk lekker douchen. In ieder geval, dankjewel voor de leuke reacties wat jullie hebben gegeven. Dus ik was even ook hier een vlog nog aan het kijken. Dus ja, altijd leuk om hem terug te kijken, moet ik zeggen. Dus ja, dat is toch wel weer fantastisch. Dus in ieder geval, ja goed, ik ga dadelijk nog even andere dingetjes doen buiten de vlog om. Dat moet ook altijd even gebeuren, administratie en zo, dat saaie dingen allemaal. Maar ja goed, het moet toch even gebeuren. En dan, ja goed, gaan we even kijken met, als Linda terugkomt, dan gaat hij zich dadelijk ook douchen. Ik hoef daar niet van de BSO, het dagverblijf wou ik zeggen. Of de opvang. Ach ja, maakt het niks uit. Dus die hoef ik vandaag niet te halen, daar. En dan, hoe heet het? Dan ga ik straks met Linda, als Linda ook helemaal klaar is, gaan we even naar Duitsland toe. Naar een andere supermarkt. Want ja goed, ik moet ook waspoeier halen en dat soort dingen allemaal. Maar goed, dat zien jullie dan wel weer vanzelf. Dus voor nu zeg ik even tot wat later. En dan zien jullie Linda zelf, vanzelf in de vlog. Dus in ieder geval... Geniet ook van de beelden wat we gaan maken. Dat sowieso. En dan, ja goed. Ik zou zeggen, blauwe duimpjes aandrukken alsjeblieft. Dus, okidokie. En tot later. Zo, ik ben weer even een tijdje verder. En Linda is ook thuisgekomen. Daar is ze. Tadaa. Tadaa.
Want ze hadden een pakketje gekregen. Wat zat erin? Chocolade eitjes. Ja. Smullen. En ze had... Oh. Ah, die is al op. Die is... Oh ja, wacht, is toch goed. Ja, dat is wel lekker. Dus op was lekker. Ja, dus in ieder geval, Linda is toch ook. We gaan zo dadelijk even verder en dan neem ik jullie gewoon gezellig nog mee. Dus, toppie! Yay! Zo, zoals jullie zien hebben we de jas aan. Ja. Dus wij gaan nog richting auto en dan gaan we even... Waar naartoe zeg ik zo. Zo, wij zitten in de auto. En waar gaan we toch naartoe? Prijs. Verrassing. Nee, wat ik ga zeggen, dat weten jullie ja. Wel, heb ik al gezegd trouwens. Dus ja, dus we gaan even naar Duitsland toe. Even richting Sittard toe. Daar gaan we de grens over. En dan zien jullie het wel vanzelf. Hè? Yep. Oppie toppie en tot zometeen. Zo, we zijn bij de Lidl in Duitsland aangekomen. In Tudderen. Ja, dus het is wel weer fijn. Want ja goed, hier halen we altijd de waspoeier. En die is ook nog goedkoop. Ja, het is wel ietsjes duurder geworden, maar ja goed. Het is nog altijd beter als in Nederland. En kijk eens wat een mooi weer. Morgen is het misschien afgelopen met het weer. Dus, Linda loopt ervoor. Een Duits bakkertje. Dus, we gaan even kijken. Tot zo. Ha, kijk. Hallo Linda, net om de hoek. Kom even naartoe. Oh, daar ben je. Ja, was hier. Ja, was de eerste gang links. Een stukje verder. Hier is de waspoeier. Kijk. Kost 12 euro per pak. Eerst was het 9 euro. En dan hebben ze 3 euro erop gegooid. Maar ja goed, kijk, neem maar er 2 mee. We hebben voorlopig genoeg, dus we gaan even naar de kassa. Yes! Nou, ik ben even aan de eerste kassa gaan staan, want de andere was zo druk. Ja goed, het is wat het is. Dit is de waspoeier. Nou, wat heb jij? Van mijn liefje. Voor de kleine man. Ja. Huh? Even wachten hier aan de kassa. Zo, we hebben wat we hebben moeten. Hier bij de Lidl. Dus dan ga ik dat even in de auto zetten. Waar staat de auto? Hier. Ah, ik ga zoeken. Linda gaat even die kant op. Oh ja, in de eerste rij. Haha. Zo, ik zit nog in de auto en ik ga heel even die kant op. Want we moeten ook even naar de dierenzaak voor de hamster. Dus daar gaan we ook even naartoe. Yes. Zo, daar ben ik hier. Dus Linda is even daar. En kik geloof ik is ze. En ik ga even naar de... Oh nee, wacht. Ik ga eerst even kijken waar Linda is. En dan kan ik dan alsnog even naar die dierenzaak toe. Dus yes. Gezellig hier. Nou, ik had even gekeken daar, maar zo was ze niet. Waar ze is, weet ik ook niet. Misschien wel bij de dierenzaak. Ik weet het niet. Maar het maakt niks uit. Dan gaan we gewoon daar even kijken. Het is zo heerlijk weer. Echt zalig. Dus ja goed. Dan lopen we even de dierenzak even in. En ik had daar ook wat nodig voor de hamster wat ik al zei. Dus ja. Kijk, hier is mijn viervoeter. Met de neus omhoog. Ja, even naar binnen. Yes! Toppie! Even zoeken. Ik heb het al gevonden. Kijk. Dat nemen we mee. Kijk, hier staan ook mooie kooien. Zoals je ziet. En heel veel zaagsel en hooi en weet ik veel. Dus ja, dus ik ga even verder even kijken. Zo, ik heb wat ik hebben moet. Weet je wat deze zak kost van 56 liter? 5 euro.
Dat is toch geen geld, hè? Dus ja, goed, dan hebben we dat weer in huis. En dan wacht ik even op Linda. Want ik denk dat die voor Daan aan het kijken is. Maar goed, we gaan afwachten. Dus ja, ik ga het even in de auto zetten. Alright. Zo, terwijl ik dat... Oh, daar is ze. Daar komt ze. Kijk. Wat zei ik je? Wat heb je gekocht? Even vandaan, twee koffiekoeken. Ja. En dan twee paar Snickers op. Ja. Ik heb... Nee, hier, hier. Oh, moet je wel even dicht doen. Ah, jij bent nog een beetje geweest. Ja. Nou, laat ik het. Even wel dichtmaken. Ja, dus we gaan in de auto. En ik denk dat we richting huis gaan. Het is zo lekker weer nou. En ze hebben vanmorgen... Hebben ze weer regen gemeld, 2 dagen. En dan zou het met het Pasen, zou het dan weer mooi weer, ja, weer worden. Dus in ieder geval, ik ga de riem om doen en dan gaan we richting... auto. Zijn we al. Woon Boulevard nog. Richting Woon Boulevard moet het ook zijn. Schieten, dus, alright, ja. En tot zometeen. Zo, wij zijn thuis aangekomen en kijk, we hebben dit gekocht. Zaagsel. 2 keer waspoeien. En Linda heeft wat kleren gekocht, maar dat komt dan de volgende keer. Dus, maar ik wou langzaam met het eten gaan beginnen, want ja goed. Ik ga eerst even mijn schoenen even uitdoen en dan ga ik beginnen met koken. Zo, dan ga ik even eten maken. Dan neem ik jullie gezellig mee. Patatas! Patatas! Wat? Ja. Patatas. Ja. Ik ga eerst eens even schillen. Nou, dan zijn we blij dat we in Duitsland zijn geweest. Dan hebben we dat in ieder geval al gehaald. Ja goed, waspoeien hadden we nodig. Ja goed, en Duitsland gaat ook een heel klein beetje omhoog. En ja goed. Dat kan altijd. Dus, maar ja goed. Maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dus. Nou, dit wil even niet wat ik wil gaan doen hier. Maar ja goed. Ja, daar. Oh. Maakt niet zo heel veel uit. Ja, was wel even leuk om in Duitsland te zijn geweest. Maar goed, in de Lidl was het toch wel behoorlijk druk. Midden op de week. Ja goed. Ja goed, Lidl in Duitsland is ook wel redelijk. Redelijk goedkoop, moet ik zeggen. Het is toch altijd een groot verschil met Nederlanders. Nederland bedoel ik. Oh, is niet goed. Zo. Klaar. Ik zeg zo even wat ik ga maken. Ja, want daar moet ook dadelijk over een klein uurtje gehaald worden. En de kat is ook hier. Gezellig, hè? We zijn weer blij dat we thuis zijn. Ja, ja. Zo, dan pak ik even van die grote aardappelen. Kijk, patatas. Frieten. Ja, kom even hier. Nee, ik wil even bellen. Oh,
Linda wat even bellen. Nou, ik ga even verder met de aardappelen schillen. Alright. Zo, ik heb de aardappelen geschild. Dan zul je denken, kleine stukjes. Ja. Want ik ga ze bakken. Ja. Dan zal je zeggen, waarom? Dat kan ik ook gelijk even uitleggen. Zoals ik al aangaf, daar moet over een uur gehaald worden. En ja goed, dan willen we toch even wel wat eten. Maar ja goed, als aardappelen koken duurt iets langer als bakken. Dus, en daarom ga ik lekker gebakken aardappeltjes maken. Oh, ik gooi de aardappel naast. Kijk, echt waar. Jongen, echt. Let toch eens een keer. Oh ja, vlees had Linda ook vanmorgen uitgelekt uit de vriezer. Want, we eten erbij kip. Kan ik dat ook gelijk maken. En qua groenten eten we erwten en wortelen. Nou, dat is een keer wat een andere maaltijd als ik laat het ook alweer vallen. Hè. Ja, en de kat is ook hier. Nou, dat kan strakjes opgeruimd worden. Dan kan ik de kip ook gelijk even knippen. Oeh, dat zijn 4 stukken. Ja, ik moet zeggen, die kip in Duitsland. Kijk, het zijn wel 4 stukken. Maar dat kostte iets van 5 euro zoiets, de kip in Duitsland. Heerlijk is dat anders, hè. Ja, dus... Ik ga die erin doen. Zet ik die pan even. Hoppa, gelijk erin. Afspoelen gelijk, hè. Dus ja, eet eens een keer gebakken aardappelen in plaats van gekookte aardappelen. Ja, dat kan wel eens gebeuren, hè. Zo. Oh, kunnen we lekker kip eten. Heerlijk. Zalig. En een gelukkig kaarsvies. Al dat witte gewoon eraf. Met dat verrekken. Hè? Zo, dat is weer dat. Van die zak ook gaan maken. En dan dat ook even opruimen in die zak hier. Kijk, dat is een groen zakje, dat is afbreekbaar. Voor in de container, zeggen ze. Dus, en dan doen we even het bakje even afspoelen. En dan kan ik die aardappel ook nog even erin doen. Wat ik daarnaast heb gegooid. Ja goed, en dan laat ik het even uitlekken. Dat is mijn Linda daar. Nou, even handen wassen. Wegen de kip. Ja goed. Dat is Linda. Hallo. Linda was even aan het bellen. Klopt met een collega van jou. Ja. Kijk, daar komt ze hoor. Ja, stoppie. En jouw leuke doekje? Jazeker. Ja, prima. Heerlijk. Dan had ik bijna mijn handen ertussen. Ja.
Ja, voor de kat hebben we ook al uitgelegd. Dus we zijn heerlijk aan het kokkerellen. Heerlijk. Hopla. Zo. Ja, je moet even wachten, hè. Kat. Zo. Ja, de kip doe ik altijd even wat langer, dat jullie weten. En ja, goed, ik doe geen kipkruiden erbij. En gewoon in de gaten houden, zodat het ja, niet zwart wordt. Daar ging wat om, volgens mij. Een bord voor de kiptraling. Voor de kip. Een kip zonder kop. Ja. Oh, lekker. Ieder stuk. Twee stukjes kip. Oh, heerlijk. Dadelijk als het eten bijna klaar is. Toppie! Nou, het eten is klaar. Ja, Linda gaat het alvast op de tafel zetten. En dan de kip ook. Ja, daar hoef ik nou geen folie overheen te doen, omdat we nou geen jus hoeven te maken. Dus, Nee, dat hoeft nog niet. Zet die maar even op tafel. En dan doe ik even de echte wortel afgieten. Ja. Zo. Een beetje omspoelen. Laat ik even afkoelen. Voordat hij weer te heet, hè. Dus, ja, goed. Dus zoals jullie zien,
staat er niks meer op het gasfornuis. Maar alles staat heerlijk op tafel. Dus wij gaan heerlijk lekker eten. Lekker genieten van onze koningsmaaltijd. En dan gaan we langzaam daarna halen. Dus oppie toppie en tot zo. Zo, ik ben klaar met eten en ik ga even afruimen. Want ik zie dat het bijna tijd is om Daan te gaan halen. Dus het is even een race tegen de klok. Net zoals gisteren met voetballen. Dus, maar ja, goed, dat heb je wel eens. En dan kan het wel eens zo gebeuren. Dus, maar in ieder geval, ik ga vast beginnen met afruimen. Dan hebben we dat alvast gedaan. En dan ga ik even gauw de aanrecht nog doen. En dan is het weer klaar. Toppie. Zo, ik heb de tafel, hebben we afgeruimd en schoongemaakt. En ik heb de aanrecht weer helemaal mooi schoongemaakt, inclusief het gasfornuis. En de spoelbak, dat wil ik zeggen. Beetje raar, hè? Gasfornuis, spoelbak. Maar goed. En gedeeltelijk van het ontbijt staat ook al helemaal al klaar. Dus, zo, die zetten we hier. Ik ga de jas aan doen, want dan gaan we richting auto. Zo, wij zitten in de auto. We gaan de riem om doen en dan gaan we Daan halen. Die is bij een vriendje aan het spelen vandaag, hè? Ja, let's go. Dus in ieder geval, je ziet ons zo meteen. Doei. We gaan de auto daar staan. Hallo Daan. Was leuk. Ja, we staan bij het vriendje voor de deur. Dus, dus in ieder geval, we gaan nog verder. En dan zie je ons dadelijk thuis. Zo, ik ben even bij Tankson gestopt. Dus ik moet even tanken en dan gaan we weer verder. Zo, we hebben getankt. Dus we kunnen weer vooruit. Dan even lekker ijsje gepakt. Let heeft ook nog wat gekocht hier. Huh? Ja. Dus in ieder geval, nu gaan we echt richting huis toe. Ik kan alleen geen remont doen, helaas. Nee, wacht maar. Kom maar goed. Dus in ieder geval, tot zo thuis. Zo, wij zijn weer thuis aangekomen. En ja, dat had ik al laten zien. Dat moeten we nog even opruimen. Daan zijn tas staat hier. En daar is Daan. Tapje. Eitje. Oh, hoe was het bij het vriendje? Leuk. Ja, wat heb je allemaal gedaan? Iets. Ja, zeg nou tegen de kijker. Gewoon. Tweede keus. Wat heb je gedaan? Dingen. Ik zag toen we je kwamen halen, was je voetballer achterom, hè? Ja. Ja. Kijk, hij maakt zo het ijsje open. Cornetto. Dat is het lekkerste ijsje, hè? Was het leuk vandaag? Ook op school? Was het leuk op school? Ja? Leuk? Heb je goed geleerd? Ja? En daarna ben je naar het vriendje gegaan, hè? En wat heb je daar gegeten? Zeg eens. Ja. Wat had je daar gegeten? Frieten. Oh, frieten. Alleen maar frieten? Of nog wat erbij? Een broodje frikandel. Oh, en een broodje frikandel. Nou, ga jij lekker je ijsje opeten? En Linda is hier. Douchen, ja, dadelijk. Daar is Linda. Dus kom je de vlog mee afsluiten, Linda? Ja, ik wil even vertellen. Ja. Dus. Daar hebben we een telefoon gehad. Ja, dus in ieder geval, wij gaan de vlog gaan we afsluiten. De tas die moet nog opgeruimd worden, die doen we dan zo meteen. Die spullen moeten daar ook nog allemaal opgeruimd worden. Dat doen we dadelijk. Ja, had je al gezegd. Lekker voor de buik. Ja, dus in ieder geval, laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden. En dan gaan we nu echt afsluiten, want ja... Die jongeman die moet zich nog douchen. Ja, en dan gaan we lekker voor de buis. En dan lekker voor de buis hangen, want het is een beetje... We zijn toetie kapoetie. Naar een dag werken. Dus we werken. Gaan lekker bijkomen voor de tv op tijd naar buiten. Ja, dus. En dan zijn we in ieder geval, vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En dan zien we ons morgen in de gloednieuwe vlog. En in ieder geval, hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog. En al die andere vloggen. Wat een rommeltje toch, hè? Een hele fijne. Mag je zelf even? Nee, we doen het even opnieuw. Hè? Dus laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dus vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. Blauwe duimpjes. Klik belletje abonneren. En dat 20.000 keer gezegd. Maar niks uit. En een hele fijne. Mogen jullie zelf even. Ja. Ook al volgens mij dit. En hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog. En al die andere vlogs.
kijk vooral de shorts. En als je zegt van, goh, ik wil graag een kerstvlog terugzien. Waar we op de kerstmarkt. Een kerstvlog of ja, vakantievlog. Of whatever. Of een carnavalsvlog. Als je ervan houdt, kijk ze vooral terug. In ieder geval, ja, druk de blauwe duimpjes ook aan. En nu gaan we echt afsluiten. Dus in ieder geval, toi toi toi. En tot morgen. Doei. Doedeloe. Doei. Dag. Tot morgen. En een gloednieuwe vlog. Doei. Doedeloe.